Een beetje sneeuw en modder, heel veel modder. Heerlijk crossweer met andere woorden daar in Namen. Lars Boom zal afzien bij zijn debuut deze winter, dat is al voor de start een zekerheid. Tom Meeuwsen en Klaas van Turnhout zijn de beste starters. En waar zijn de andere toppers? Nijs is zevende voor Stibar en Albert. Wereldbekerleider Pauwels zit nog een eindje verderop. Lars Boom en de gisteren uit de doden opgestane Bart Welles zijn in ronde 2 al helemaal zoek gefietst en gebaggerd. Vooraan toont Sven Nijssen stuurvaardigheid. Hij springt in 10 meter van de vijfde naar de tweede plaats. Ook Tom Meeuwsen blijft op de fiets waar de anderen moeten afstappen. In de vierde ronde valt Klaas van Turnhout aan. Hij heeft een mooi gaatje op Stibar. Nijs is teruggevallen naar de vierde plaats. Zijn voorband is lek. Net als gisteren dus, pech voor Nijs. Maar dit keer dwingt het hem niet tot een opgave. Hier de lekke band van Nijs. Nijs komt terug en de situatie wijzigt voortdurend. Stibar voert nu de forcing en Albert, Klaas van Turnhout en Tom Meeuwsen. Ook Kevin Pauwels was aanvankelijk mee, maar hij is weggevallen. Pauwels is op zijn beurt lek gereden en hij zal niet meer meestrijden voor de zege. We gaan met 5 leiders de laatste ronde in. Albert waagt zijn kans. Nijs en van Turnhout klampen aan. Stibar en Meeuwsen passen. Hier zal het dus van afhangen. Hier is één fout nu fataal. Albert blijft in het zadel. In het zadel. Hij is wel weg nu. Hij is weg. Hij is weg. Maar nee, Albert is niet weg. Van Turnhout moet wel lossen, maar Nijs komt terug op het wiel. En Nijs die gaat daar demareren. Nijs gaat daar demareren en Albert past. Sven Nijs gaat het afmaken. Sven Nijs neemt revanche voor de pech die hem gisteren in Essen fataal werd met een tweeslag. Na een beklijvende cross neemt hij namelijk ook de leiding in de wereldbeker over van Kevin Pauwels. Dit is er eentje. Ja, die.